Airbnb's zijn er in allerlei soorten en maten. Groot, klein, schoon, vies, mooi, lelijk. Maar vandaag overnachten we in de kleinste van Amsterdam. En hij is niet zozeer bijzonder door het formaat, want hij is wel echt heel klein. Maar ook wat het is en de locatie. Dit is nog steeds niet gesponsord trouwens. Echt, dat zouden ze inmiddels echt wel even moeten doen. En het blijkt nog steeds dat meer dan 40% van de mensen die deze video's kijken nog niet geabonneerd is op mijn kanaal. Dus alsjeblieft, abonneer even. Met het ook weer gehad. Oké, bedankt. Oké, luister dan. Ja, oké. Kleinste Airbnb ooit. En het is dus een wachterstorentje van een brug. Okay. Oh, wat grappig. En wij gaan er overnachten. Wat doet hij hier? Ik dacht dat we met z'n tweeën... Maar liet ze eigenlijk niet meegaan, maar hij was zijn huissleutel kwijt, dus hij kon zijn huis niet meer in. Dus zat hij aan mij vastgeplakt voor dit weekend. Slaap je al 2 dagen bij Stefan? Ja, met Stefan, laat ik het zo zeggen. Ja, precies, ja. Maar niet... En om de full Amsterdam tourist experience te krijgen, is het de bedoeling dat we ook een toeristische attractie gaan doen. Oh nee, is er een stripper? Waarom denk je meteen een stripper? Dat zou ik letterlijk nooit doen. Aangezien Marliet er ook bij is. Marliet is een stripper. Zodra je iets boekt op Airbnb, krijg je eronder allemaal aanbevelingen met wat je daar in de buurt kan doen. De challenge was dat we de eerste die beschikbaar was aan moesten klikken. En Marliet en Sean weten nu wat het is. Ga maar, ga. Waar wil je heen? Ja. Ja, graag gedaan. Oké, jongens, ik zie het al. Oh mijn god, ik zie het al. Ik wist echt niet dat dit bestond, hè. Ik vind het bizar. Het brug... Dat witte ding? Het brugwachterstorentje. Wacht, dat torentje. Gaan we daar echt maar in slapen? Ja, in principe wel, maar er is geen plek voor jou, man. Oh, wat grappig. Dit is wel heel ziek. Kijk dan. Wacht, ik wil even, omheen lopen. Even omheen lopen. Dat is denk ik waar we erin moeten. Oh mijn god, er klimt iemand uit! Ja, dit is het, man. Nummer 2. Oh. Hoe kan het dat die... Ik wist echt niet dat je hier kon slapen, man. Ja, leuk dat jij er ook gewoon bij bent. Ik voelde ook echt of jij er gewoon voor Spek en Mone bij bent. Ik wist echt maar... Ik wist echt maar dat broertje die mee moet altijd, weet je wel. Van, neem je broertje ook even een keertje mee. Wauw, hey, ik ben wel benieuwd, man. Ik moet dus een code invoeren op deze app. Hey! Wow! Technology is so big at the moment. Technologie is een ding, hè? Wil jij eerst of... Boah, dit had ik niet verwacht, of zo. Het ruikt nieuw of zo. Het ruikt echt zeep nieuw, man. Het ruikt een soort van een zeep of zo. Ja. Wacht, maar nog niet kijken, Oké. Oké, kijk maar. Oh, dit is een heel krap beetje. Oh my god. Hoi, yo! Ik vind het wel vet, hoor! Hoi, hoi! Hey, dit is wel gaaf. Welkom in het brugwachtershuisje. Zo! Best wel apje, maar best ruim, toch? Kan je hier ook nog? Zal je zo kijken bij Amsterdam zo? Maar iedereen ziet je. Maar goed, gelukkig besloten we eerst even rustig het huisje te ontdekken. Hey, maar best wel cute dit, man. Ja, als je dit wil. Ik denk dat elke meid dit een heel leuk iets zou vinden als spontane date. Leuke date. Ja. Hoezo heb je het meteen over meiden? Ik haat meiden niet, maar ik hou van ze. En van Sean. Ben jullie even steeds slapen anders? Wat is dit? Ik hoop dat je een mooie onderbroek aan hebt. Nee. Hey, dit wordt heel raar ineens, hè? Wel? Dit wordt zeg maar... Is het raar? Oh ja, dat is raar. Oh, ik bedoel, ja, klopt. Nee, het is niet raar, het is niet raar. Bro, dat kan echt niet, man. Nee, dat is echt raar. Nou, in ieder geval, zo meteen hebben we dus een... Dit kan echt niet, bro. Nee, bro, nu moet je echt... Nee, ik kan echt niet verder gaan dan dit, oké? Niet verder... Oh, maar kijk, het leuke hier aan is dat we wel een typische Amsterdamse experience hebben. En het ging nog veel typisch Amsterdamser worden, want nu is het tijd voor de verrassing. We gaan naar de bananenbar. Ja. En Sean gaat iets met de stripper doen. Ja. Oh, gaan we naar Madame Tussauds? Oh, dat zou kom, kom. Oh mijn god, we zijn echt op de wallen. We zijn thuis. Had ik het goed? Gaan we naar de bananenbar? De wat? De bananenbar. Sean doet nu... Oh, hoe deed je dat? Is dit echt de wallen? Had hij helemaal niet door van... Ik ken het echt niet, hoor. Oh, zo ziet het eruit. Een goede boot? Oké. Oh. Zo'n hele goede boot, joh. Oh, is dat waar? Wacht, gaan we dat doen? Oh. Dat zou helemaal top zijn. Dat is hier. Denken jullie dat we op een boot gaan? Ja. Maar wel suiker met free drinks. Nou, en ze hadden het bijna goed. Ik heb dus inderdaad een boot geregeld die 420 proof is, stond er. Oh, je bent zo gaan 420 Snoop Dogg style. Nou ja, gewoon je mag er alles op doen, denk ik dan. Wat is 420 proof? 420 is dat je... Hij doet weer alsof je het niet weet. Oh, ik weet niet wat 420 is. Het komt er in ieder geval op neer dat deze boot bedoeld is om wiet op te roken.
Oh, ik zie daar wel iets leuks staan. Het is wel een beetje buiten mijn comfortzone wat we nu gaan doen. Ja, mij ook al. Ik heb nog nooit zoiets gedaan. Het was inderdaad buiten Sjaans comfortzone, maar gelukkig was hij al heel snel op zijn gemak. Zo, dit is het. Gestipt. Kijk, hier zit ook een waterpijp, bro. Oh, we zijn vertrokken. Hey, even één dankje doen, dan. Het was blijkbaar niet alleen rondvaren, we kregen ook nog een soort van tour. The action that you can take is drop off the kids, go fuck a hooker and confess your sins at the church. Welcome to Amsterdam. Ik hoorde letterlijk alleen go fuck a hooker. Voor de rest hoor ik niet. Wat liet ik aan jou? Ja, sorry. Ik hoor wat ik wil horen, sorry. Is dit een wietland? Hoe weet jij dat zo? Dat zie je toch? Hoe nee, ze echt zijn door niet te dit scheuren. Gaan suggereren, Steve. Niet dit gaan suggereren. Wat? Dat ik blow of zo. Dat's... Nee, dat doet hij nooit. So the Voyagers Hotel is one of the special hotels that we have in Amsterdam. Since it has a license to be a coffee shop and a hotel. Oh, ik kom wel achter dingen die ik nog niet wist. Deze kant van letterlijk van nog nooit. Wonen wij wel in Amsterdam? Het is nog best wel leerzaam of zo. Misschien notities maken of zo. Oké. Okay. En dit duurt een uur ongeveer. Hebben jullie ook nog die Lightfestival? Nou, we hadden zelf niet geblowd, maar omdat iedereen op die boot zat te blowen en het helemaal dicht was en er geen frisse lucht in kwam, was het een soort van één grote hotboxboot gevuld met alleen maar wietdampen. Ik heb echt niks gemerkt van die boot, man. Waar zijn we? Wat is er met je aan de hand? Ik ook niet, man. Ik ook niet. Wat was er nou speciaal aan deze boot? Het is heel goed geventileerd hier, dus de rook moet gewoon helemaal niet hangen. Nou, en cut. Leuk. Ja, yeah, I got it. Zo. Hey, ik leef nog. Zo, wat was dit, joh? FC, besef onze groep en besef wat er nu in gaat. What the fuck? Ja, voor jou, ja. En nu we er toch waren, besloten we heel even verder te kijken op de wallen. Oh, kijk, dat is een nepkutje, ouwe. Oh mijn god. Dat is vies, toch? Ja. Niet chill. Nee, man. En uiteraard kan je hier niet zomaar alles filmen, maar ja, het ging heftig aan toe, laat ik het zo zeggen. Jij bent echt versierd door haar, man. Het was alleen maar op jou. Ik kon letterlijk nergens anders. Ik kon... Je kijkt eens door zo'n raampje heen. En ze... komt zo volle bak tegen... Wat vind jij ervan? Ja, ik vind het weer heel bizar. Het is gewoon... Amsterdam Experience. Gewoon Nederland, hè, dit. Ja, ik ben hier dus wel... Sorry, man. What the fuck was dat ineens? En op de terugweg naar ons huisje begon het ook nog opeens te sneeuwen. It's beginning to look a lot. Ik ga proberen... Ja, man. Eerlijk, best wel een romantisch moment. Nee, man. We hebben nog ergens heel wild een theetje gedronken. En nu zijn we weer terug. En Amsterdam wordt langzaam slapen. Het contrast is wordt er ook wel, hoor. Kijk, joh. Dan eerst gaan we naar de wallen en alles. En dan zitten we een theetje te drinken. Maar kijk, dit lijkt wel op de wallen, ons ding nu. En het grappige is dat deze Airbnb komt ook nog met een leuke challenge. Namelijk alle luxe flex proberen dicht te krijgen. Ja, en weet je wat leuk is? Morgen moet je het allemaal weer doen! Het was een bijna geluk, man. En toen kregen we het nieuws dat de huisgenoot van Malit weer in Nederland was en hij weer zijn huis in kon. Oh, moeilijke gedag, bro. Weet je wat ik het zuurste nog vind? Nou? Is dat sommige mensen gewoon nog niet geabonneerd zijn. Oh, waarom moet je me daaraan herinneren, man? Shit, bro. Waarom moet je me daaraan herinneren, man? Vooral jij, Koen. Jij. En Esmee. Esmee ook. Oh, dan hangt nu opeens een abonneerknop hier ook. Hey, druk gewoon. Doe het voor hem. Oké, zo, geef me even goed. Waarom abonneren ze niet? Abonneer nou! Abonneer nou! Dit doet het totdat hij thuis is, hè? Over de hele straat zo. Wat een figuur is het ook. En toen bestelde Sean uiteraard nog eens McDonald's die hij ook nog eens liet vallen. En het was de aller slechtste McDonald's die hij ooit heeft gegeten. Ik denk oprecht dat dit de slechtste McDonald's is die ik ooit... Maar waarom heb je dan alles opgegeten plus nog dingen van mij? That's dedication right there, man. Ja, of een probleem. Ja, dat weet ik. In ieder geval, we gaan naar bed. Ja, het is een beetje een krap bedje, hè? Oh, maar eigenlijk ziet het er wel oké uit zo. Weet je wat dus echt perfect is? Mag ik nog even één ding zeggen? Ja. Het wordt waarschijnlijk toch uitgeknipt door Sibbe, midden in mijn verhaal. Ja, oké, Sibbe, even serieus. Ja, natuurlijk. Ja, nou ja. Nee, laat hem dit zeggen. Ik was dus laatst in IJsland. En eigenlijk... Ik ben benieuwd hoe het is om hier wakker te worden. Ik ben benieuwd of we nog wakker worden. Oh. Nou, zijn lekker. Oh ja. Oh shit, hallo. Hallo. Oh Amsterdam. Kom back, man, zeg Amsterdam.
een hele woonboot hier zo naar binnen gevaren. Lijkt hoor dit. Oh, je kan er gewoon op springen, Pim. Terwijl Sean op die boot springt, kun jij hier klikken voor nog zo'n soort video. Kijk, deze vogel chillen. Wauw, die ligt gewoon allemaal mee. Op het succes van een ander, zoals ik.